Hallo, een hele goede morgen. Hier is Lisette Anne met de orakelthemakaart van week 6 alweer. Wat gaat de tijd toch ontzettend snel. Nou, ik heb twee hele leuke kaartensetten uitgezocht voor deze keer. En denk eraan dat het vandaag om 22 uur 5, dus 5 minuten over 10 vanavond, nieuwe maan is. Nieuwe maan is de dag voor dingen loslaten en het laatste dag zeg maar, van dingen loslaten, want je laat... In de fase van volle maan naar nieuwe maan, dat is de afnemende maan, ga je dingen loslaten. Met als hoogtepunt of laagtepunt, ligt eraan hoe je het bekijkt, vandaag dus de nieuwe maan, ga je loslaten. Nou, de mensen die in de VIP-groep zitten, die raad ik natuurlijk aan om die ene Kali-webinar te bekijken. Goedemorgen, Jannie. Dus want dat is de nieuwe maan en manifesteren met visiebord en zulke soort dingen. Dus die zou ik herhalen vandaag. En als je niet in de VIP-groep zit, maar je zit alleen, dus aanhalingstekens, in de passievolle groep, kijk dan eventjes bij op Vimeo, op mijn Vimeo-kanaal of mijn YouTube-kanaal en typ daar Godin Kali in of Nieuwe Maan. Dan vind je vast nog een oud webinar van mij met Nieuwe Maan en Kali-energie. De reden dat ik vanavond helaas geen webinar geef, is dat het, nou niet helaas, maar ik bedoel helaas voor het webinar. Ik heb maandagavond is mijn Toastmaster-avond. Dus ik heb vanavond hele andere dingen te doen. Dus vandaar dat je het eventjes zult moeten doen met een herhaling van een webinar. Maar Godin Kali gaat in alle richtingen, tijd en ruimte. Godinnen, net zoals engelen, opgestegen meesters zijn omnipresent. Dus die zijn, goedemorgen Claudia. Dus die zijn hier, daar en overal tegelijkertijd aanwezig. Dus je kunt rustig een Godinnenwebinar uit 2016 herhalen. En dan nog steeds de kracht voelen en ervaren. Dus dat is vandaag. Dat het vanavond om 9:55 nieuwe maan is. Doe er je voordeel mee. Dus laat vandaag los. En wees heel erg specifiek en heel erg bewust in je gedachten vandaag. Want het is op de nieuwe maan is de dag, één dag. Ja, alle dagen kan je manifesteren. Maar de dag dat je al je gedachten extra kracht bijgezet worden. Dus als je vandaag een hele grote mopperdag hebt, dan ga je dat creëren. Dan ga je dat manifesteren en extra neerzetten. Dus zorgen we voor vandaag dat je licht bent en luchtig bent en dat je lekker in je vel zit. En dat mocht je een negatieve gedachte hebben, dat je dan denkt, oh, ik kan me beter voelen. En daar gaan we trouwens morgen ook over hebben in het webinar Goed Voelen. Dat is de vierde webinar uit de serie Start 2019 Goed. Gaan we een heel webinar alleen maar goed voelen. Want dat is de key, de sleutel tot alles. En het is een ontzettend leuk, lekker webinar. Ja, ik bereid ze natuurlijk voor, dus ik heb altijd de voorpret van wat ik ga doen. En denk, oh, dat gaat helemaal fantastisch worden. En ik heb deze keer heb ik twee setten kaarten uitgekozen. Deze, Reiki en Sonja Choquette. En ik heb die Reiki gekozen omdat het aanstaande weekend geef ik Reiki 1 les. En daar kan je nog instromen als je wil. En als je lid bent van mijn nieuwsbrief, dan heb je gelezen dat ik vorige week bood ik een gratis afstandsbehandeling met Reiki aan. En dus daar kon je op intekenen. Dus dat heb ik vorige week, stond in mijn nieuwsbrief, heb ik vorige week woensdagavond. Voordat ik de VIP healing deed, heb ik een Reiki afstandsbehandeling gegeven. En dat doe ik regelmatig, dingetjes plaatsen in mijn nieuwsbrief. En als je dat ook wil, healingen ontvangen of wat dan ook, dan moet je op die link daar klikken. Dan krijg je ook nog de Engelen snelstartgids. Maar ik wilde dus in de Reiki-energie blijven. Dus ik had zoiets van, oh ja, dat had ik toch. En dit zijn eigenlijk alleen maar kaartjes met een tekst erop. Maar ik denk dat het wel heel erg leuk is. Dus gaan we gewoon maar eventjes kijken wat er mag gebeuren. En dus, nou ja, ze zien er gewoon zo uit. Kleine kaartjes uit, ook lekker makkelijk in de hand te houden. Dan gaan we gewoon eens eventjes kijken wat de Reiki energie deze week zegt. En deze kaart komt eruit. Nou, daar ben ik het helemaal, totaal, absoluut mee eens. Als je bij mij Reiki hebt gevolgd of je gaat bij mij Reiki volgen, dan weet je dat dit is ongeveer een van de eerste dingen die ik zeg. Reiki is er in eerste instantie voor mezelf. Mensen beginnen vaak Reiki te doen voor anderen. Dat is, hè, want het is vaak makkelijker om voor anderen te zorgen dan voor jezelf. Bijvoorbeeld moeders die denken van, nou ja, wat heb ik eraan? Maar als het mijn kind helpt dan. Of hondenbaasjes of kattenbaasjes die zeggen van, nou ja, als het mijn hond helpt of mijn kat helpt, dan doe ik het. Hè. Zo ben ik ook op mijn Reiki-pad gekomen van mijn hondje Zwerte, die ter dode opgeschreven was.
die s'avonds een spuitje zou krijgen. En dat wilde ik niet. En diezelfde dag kon ik dus nog bij iemand terecht die alleen maar zo haar handen boven mijn hond hield. En mijn hond was zo ziek dat ik haar moest tillen. En die kon niet op de pootjes staan. En het enige wat ik zag dat die vrouw deed was haar handen erboven. En mijn hond ging op haar pootjes staan. Haar oortjes gingen omhoog. Haar staartje ging omhoog. Haar ogen gingen stralen. Ze gilde dus eventjes heel hard. En toen leefde mijn hond nog zeer vele jaren daarna. En toen had ik zoiets van, wauw, dat wil ik ook. Zwettertje is mijn verantwoordelijkheid. En zo ben ik dus op mijn pad gekomen. En toen heb ik 3 jaar opleiding bij deze vrouw gevolgd die er maar te doen was. Reiki 1, Reiki 2, Reiki 3. Spiertesten, kinesiokunst 1, 2 en 3. En zo is het begonnen. En ik ben echt niet met Reiki begonnen om een les te gaan geven of wat dan ook. Ik ben echt Reiki voor in eerste instantie voor Svettertje, om Svettertjes leven te redden. En vervolgens voor mezelf en toen voor mijn moeder en al mijn andere honden en mijn katten. En toen was ik Reiki Master en toen zei iemand tegen mij, nou, als je een Reiki Master bent, dan kun je mij wel lesgeven. Dan had ik echt iets van lesgeven. En toen ben ik, goedemorgen Bianca. Toen ben ik dus les gaan geven. En dus zo is dat gekomen via een hondje en via iemand, een collega, die ook nog eens heel erg christelijk was. Zo ben ik op mijn Reiki pad gekomen. En zij had, voordat ze les bij mij volgen, had ze dus wel eerst gekeken of er dus organisaties waren die, als ze het eng vond, ook haar inwijding ongedaan konden maken. En het blijkt dus dat er christelijke organisaties zijn die dus Reiki je inwijding ongedaan kunnen maken. Dat was voor haar voldoende veiligheid om bij mij Reiki te komen volgen. Dus zo zie je maar hoe dingen lopen. Dus ik ben het hier helemaal mee eens. Reiki is een instantie voor jezelf. En dat is ook zo, hè. Want Reiki gaat door je handen heen. Je hebt altijd je handen bij je. En je kan altijd jezelf behandelen met je kiespijn, met je hoofdpijn, met je oorpijn. Met wat je niet wil zien, letterlijk en figuurlijk. Dus het is een soort van horen, zien en zwijgen aapje, zeg maar. Dus ja, ik ben het er helemaal mee eens. En dit is de tweede kaartenset, Trust Your Vibe van Sonia Choquette. Ik weet niet of jullie dat weten, maar ik heb ook heel veel opleidingen bij Sonia Choquette gevolgd. Sixth Sensory Living. Heb ik ook niveaus 1, 2 en 3 gehoord, misschien wel 4 gevolgd bij haar in Londen. Heel prettig mens, heel fijn om daar weer les te volgen. Hele fijne lessen. En dat ging over Sixth Sensory Living, hoe je dus... je hebt je 5 zintuigen, maar wat is dan je 6e zintuig en hoe ga je daarmee om en wat doe je daarmee? En ze is een heel, heel prettig mens om daar les bij te volgen. Nou ja, zij heeft dus Trust Your Vibes Oracle kaartenboek, dus dat is deze. En dan gaan we maar eventjes kijken wat eruit mag komen. Dus tune eventjes in op een vraag die je hebt. En dan ook al kijk je de replay natuurlijk, dan kan dat ook gewoon altijd. En dan gaan we eens kijken wat onze kaarten van Sonia zeggen. En dan komt deze eruit. Nou. Ja, het is niet dat je zegt van, wat een lang verhaal op deze kaarten. Sommigen weet je, die kaarten van Doreen Virtue hebben heel veel tekst. Maar we kunnen er wel wat mee en dan gaan we zo meteen een healing mee doen. Share a breath. Nummer 49 voor de mensen die in de numerologie zijn. 49 en 4 en 9. Misschien zegt jou dat wat. Dan krijg je nummer 13. 1 en 3 is 4. Nou ja, kijk wat je ermee mee kunt. Maar ik denk dat is wel mooi. Dus gaan we lekker een healing mee doen met Reiki. Wat ik deze keer zal doen. Ik zal, normaal gesproken doe ik gewoon een healing. Ik zal nu ook even extra mijn Reiki aanzwengelen. Dus dan dat je hem krijgt, zeg maar, normaal gesproken krijg je een normale healing. En dan werken we met engelen. En nu ga ik echt de Reiki-energie doen. Dus misschien dat je een verschil voelt ten opzichte van de andere orakelthemakaart healingen. En we gaan dus eventjes op onze ademhaling letten. Ik heb daar een muziekje uit gekozen. En wat er vorige week nou gebeurde, ik snap er echt niks van. Iemand zei, ik kon je niet horen, want de muziek was zo fel. Ik denk, muziek, hoe kan dat dan? Want jullie zetten toch zelf je muziek aan? Want ik heb hier geen muziek, hè. Ik heb dus echt alleen mijn oordopjes. Dus ik denk, nou, of je dat dan via mijn oordopjes hebt gehoord, ik weet het niet. Maar inderdaad, er was dus heel veel lawaai op de video van vorige week. En hoe dat kan, hoe die muziek er daar doorheen kwam, ik weet het niet.
Want het lijkt me toch gek dat mijn laptop oppakt wat ik hier in mijn oortjes hoor. Maar ja, goed, wie weet. Dus ik zou zeggen, pak eventjes je muziekje erbij. Het is ook weer 432 hertz en het is een speciale reiki muziek. Ja, dan zetten we die eventjes aan. En kijken of ik reclamevrij ben. Yes, ik had net al een reclame. Ik zet hem altijd van tevoren aan. Een reclameblok heb ik al gehad op YouTube. Oké. Okay. Oh, ik heb zulke leuke dingen gedaan dat weekend. Maar dan ga ik in de nieuwsbrief vertellen. Die gaat er straks uit. En ik heb nog een hele leuke mooie foto te delen. Die komt ook in de nieuwsbrief te staan. Dus als je de nieuwsbrief ontvangt, open hem dan vandaag. Want hij staat er iets heel leuks in. Dus ga lekker zitten. Dan gaan we gewoon eens eventjes kijken. Let op onze ademhaling. Adem diep in door je neus en uit door je mond. Ik zal bij deze healing ook de symbolen van Reiki 2 en mijn master symbolen gebruiken. Dus dat wordt dan heel krachtig en sterk. En ik ben heel benieuwd of jullie deze healing anders ervaren dan anders. Ik roep wel de Reiki-engelen aan. Dus we doen wel een vleugje engelenenergie er doorheen. Oké. Lieve Reiki-engelen, aanvaard mijn uitnodiging tot hartverbinding. Verbind uw energie met de mijne. Werk met mij en door mij. Leid mij, richt mij, omring en bescherm mij. En laat deze sessie zijn voor het hoogste goed en hoogste heling voor alle betrokken partijen. En zet ons gedurende deze hele sessie in een bel van licht, liefde en bescherming. Ik merk dat inderdaad dat die kaart van Sonja Choquette heel toepasselijk is van Share a Breath. Ik voel dat bij een aantal mensen hier heel benauwd is. En daar mag echt frisse lucht doorheen komen. Het is een beetje, ik probeer alle energie een plekje te geven. Ik had natuurlijk beloofd dat ik de rijke energie zou laten stromen, maar ook de nieuwe maanenergie is heel erg sterk aanwezig. Ja, omdat vanavond 9:55 een nieuwe maan is. Een nieuwe maan is van het manifesteren. Odin Kali, die wil ook een zegje doen, ik vind het allemaal prima. Ik heb wel een beetje druk op deze maandagochtend met de healing, maar goed. Dan gooi je het gewoon allemaal in de groep. Ah, hey, Dios mio. Oké, nou, Godin Kali is toch ook echt aanwezig. Die wil heel graag, zij geeft mee dat het een hele belangrijke manifestatiedag is. En dat het heel belangrijk is om op je gedachten te letten. En aan je gedachten te werken. En heel specifiek vandaag enkel en alleen te denken aan wat je wel wilt. Zodra je jezelf betrapt op iets van wat je niet wilt. Oh, ik wil niet naar buiten. Of oh, ik wil geen ijs van mijn voorruit moeten krabben. Hè, draai dan om van, oh, ik kan naar buiten en ik heb een auto en ik heb ergens iets om naartoe te gaan. Hè? Dus het is misschien een uitdaging om eventjes je ruit te krabben, maar je hebt in ieder geval een auto. Er zijn mensen die ook geen auto hebben of nergens hebben om naartoe te gaan, of geen reden hebben om buiten te gaan of niet naar buiten kunnen. En je hebt benen om te lopen en je hebt handen om ijs te krabben voor je voorruit van je auto die je hebt. Oeps, oké, okay, yes. Nou, het is wel heel grappig voor mij. Aan de linkerkant stroomt Reiki door mijn lichaam heen. En aan de rechterkant stroomt Godin Kali door me heen. Het voelt een beetje zo. Dus ik ga kijken of ik dat een beetje kan mengen. Dat de energie ook bij mij een beetje gelijkmatiger wordt. Maar Godin Kali biedt aan om je wensen vandaag te vermenigvuldigen, te activeren. Dus neem er eventjes de tijd voor.
Lieve godin Kali, dankjewel dat je me hebt geholpen met. En dan zegt dan. Uitsluitend in engelentalen. Dus niet zo van dat je zegt, lieve godin Kali, dankjewel dat je me hebt geholpen met geen hoofdpijn meer hebben. Of geen hekel hebben aan mijn ex-man. Want er valt geen weg. Dus heb je hoofdpijn, dus heb je enge hekel aan je ex-man. Dus lieve godin Kali, dankjewel dat je me hebt geholpen met het verwezenlijken van mijn droom. Om te verhuizen. Om les te geven. Om open te staan voor een nieuwe liefde. Nou ja, wat je ook wil. Dus zeg eventjes heel duidelijk wat je wel wilt. Oeh, de tranen stromen over mijn wangen. Oeh. Het is dus ook loslaten, dat merk ik aan de tranen die over mijn wangen lopen. Ik ben naar mijn weten 0% verdrietig, maar er moet blijkbaar toch dingen uit. Dus laat ook maar los. Dus alles minder goed dan, vul je eigen percentage in, 100% laat het maar los. Lieve godin Kali, dankjewel dat je alles en iedereen minder goed dan 100% uit mijn lijf en mijn leden verwijdert. Verwijderd hebt. En bevestig je dat het al zo is. En zeg dat alleen die 100% als je daar ook achter staat. Hè? Want mensen verdwijnen dan echt uit je leven. Dingen verdwijnen uit je leven en uit je lijf. Uit je lichaam. Dus pas het percentage aan op wat jij aan kunt. Het is een milde vorm van Kali. Omdat wij ook die tegenhanger hebben van die rijke energie. Rijke energie balanceert altijd alles. Dat event het uit. Als het Nederlands is. Levels. Levels eruit. Whatever. Rijke zorgt ervoor dat een teveel aan energie minder wordt. En een te weinig aan energie dat het vermeerderd wordt. En Kali is gewoon. Boef, dat doen we gewoon eventjes. Dus het kan zijn dat je, of als je nooit zo'n hele grote Kali-fan bent, dat je dit juist heel prettig vindt, omdat de rijke energie, het heftige, of de scherpe randjes van de Kali-energie ervan afhaalt. En misschien ben je wel een hele, hele echte Kali-fan en hou je juist van die kracht en die sterkte. En heb je nu zoiets van, nou, het wordt nu wel heel zachtjes, heel zacht met die rijke energie. Dus dat is leuk dat je dat ervaart. Dus daarom raad ik ook aan om vandaag dus een andere video van mij te zoeken met Nieuwe Maan, Godin Kali, of via Vimeo, mijn kanaal, of via YouTube. Dan kan je het vergelijken. Ja, dan gaan we goed zo. En wat kun jij doen vandaag om je beter te voelen, nog beter te voelen dan toen je net opstond? Is dat vandaag wat meer rust nemen, een extra kopje thee nemen, extra kopje heet water nemen, een wandeling maken, je moeder bellen, vriendin bellen, even lekker een boekje lezen. Ja, je stond vanochtend op en toen voelde je op een bepaalde manier. Wat kun jij nu concreet na deze film doen? Om je nog beter te voelen. Ik weet wel wat ik ga doen. Normaal gesproken doe ik eerst al mijn eigen dingen. En dan kom ik pas met de orakelthemakaart. Maar ik had zoiets van. Vandaag eerst de orakelthemakaart. Dan kan iedereen de rest van de dag aan de slag. En dan ga ik daarna mijn dingen doen. En mijn dingen doen is. Ik ga hierna nog één of twee video's Pilates doen. En ik ga wandelen. En ik ben begonnen met op blote voeten lopen buiten. Gisteren heb ik voor het eerst
26 minuten op blote voeten op aarde gelopen. En dan kun je zeggen dat het koud is. Normaal gesproken loop ik dan. En dan is het heel koud. En dan stop ik op het moment dat mijn voeten pijn beginnen te doen. Pijn omdat van de kou. Toen dacht ik, wat gebeurt er nou als ik daar gewoon doorheen loop? Gewoon niet aanstellen. Niet tussen aanstellen. Dus gewoon stoer zijn en doorlopen. En dan kan ik je zeggen dat het heerlijk is. 26 minuten gisteren gelopen. En komt een vrouw naar me toe. En ik hoorde stapjes achter me, stapjes. Die gingen steeds sneller lopen. Op een gegeven moment loopt iemand naast me. Zegt ze, het is toch zo mooi te zien om je witte voeten te zien met je zwarte voetzolen. Nou, ik heb een tijdje gepraat. Zegt ze, nou, je bent echt de inspiratie. Ik ga het ook weer doen. Zegt ze, maar normaal gesproken doe ik het alleen wanneer het lekker weer is. Maar het is nu winter. Ik zeg, joh, het is zo lekker en je knapt er zo ontzettend van op. Gewoon doen. Nou, zegt ze, het was gewoon echt een meditatie om naar je voeten te kijken. Je bent echt de inspiratie. Ja, nou, prima. Hartstikke goed. Dus dat ga ik zo meteen doen om me nog beter te voelen dan vanochtend. Pilates. En daarna ga ik lopen in het bos op de hei met mijn blote voeten. Oké, Godin Kali, de energie is wat afgezwakt. Dus dat is rustig. Nu komt de energie van de Reiki meer omhoog. Ik zie dat als een lotusbloem die zich ontvouwt. Sommigen zullen een witte lotus hebben, andere een soort wit-roze en andere een roze lotus die zich aan het ontvouwen met een heel geel hart in het midden. En hoe meer die lotus zich opent, hoe zonniger het wordt, heb ik het idee. Volgens mij, nee, de zon schijnt heel procent op dit ogenblik. Tenminste, die zal wel schijnen, maar de wolken hangen ervoor. En wees maar als die lotus. En als je nu denkt, blote voeten buiten lopen. Die lotus staat ook met zijn worteltjes in de aarde, in de grond. Heeft dat ook nodig. Alles wat jij eet, nou ja, behalve dan als het in Westland van kassen komt op steenwol, of hoe heet dat, glaswol, weet ik veel wat is, in ieder geval in hydrocultuur. Maar normaal gesproken, al jouw eten komt uit de grond. En als je vlees eet, dan eten die beesten eten ook eten wat uit de grond komt. Je hebt het nodig. Je hebt aarde nodig. En dat is ook zo fijn met de Reiki. Wanneer je je inwijding krijgt, dat je een perfecte combinatie van hemel- en aarde-energie gaat ontvangen. Vanuit de hemel komt hemelenergie. Van boven naar beneden komt in je hart. Vanuit je voet, vanuit de aarde komt aardeenergie. Van beneden naar boven komt in je hart. En dat mengt zich tot de meest perfecte vorm van energie die je kunt voorstellen. Het gaat links je arm in, rechts je arm in. En dat komt uit je handen. En dat is de energie die je doorgeeft daarmee. Oké, de lotusbloem die biedt aan. Je hebt net je wensen neergezet met Godin Kali. Je hebt net opgeruimd en je wensen neergezet. En de lotusbloem die geeft aan dat als jij je wensen oppakt, maar ze vraagt wel of je alsjeblieft hele zuivere gerichte wensen wil houden. Dus niet zo blop er iets indroppen, maar echt eventjes heel zuiver, heel puur jouw allergrootste wens oppakt. En die met eerbied en beleid zo boven op dat hartje neerlegt, op het stuifmeelstampertje, zo op dat hartje, dat gele hartje, dan biedt de lotus aan om dat naar binnen te trekken via haar worteltjes en voor jou met haar worteltjes in de aarde te zetten. Ik vind dat wel een heel mooi aanbod. Wees alsjeblieft eerbiedig en lief. Niet zo plop al je wensen erin, P-L-E-E-U-R-E-N, maar gewoon heel liefdevol je wensen aanbieden en heel voorzichtig in het hartje neerleggen.
Oeh, het voelt goed. Voel heel, ja, het strand echt zo. Het voelt heel liefdevol. Hoe dat strand via dat worteltje helemaal zo naar beneden de aarde in. De lotusbloem zegt dat ze zo gaat sluiten. Dus als je nog wat wensen toe te voegen hebt, doe dat dan nu. Want dan gaat ze het inkapselen en helemaal tot zich nemen. Oké, de blaadjes gaan zich weer sluiten. De wensen zitten daarin. Blaadjes van de lotusbloem zijn nu gesloten. En het enige wat jij nu hoeft te doen is te vertrouwen dat jouw wensen verhoord zijn, niet worden, in de toekomst zijn. Van zo is het. Dit of iets wat beter is en altijd zolang het is voor het hoogste heling en hoogste goed van alle betrokken partijen. Ik zal daar nog wel eventjes wat rijke symbolen bij zetten. Nu komt er een zon. Die komt achter je lotusbloem omhoog, komt er een zon schijnen. Een hele mooie gouden bal. Zou je ook als een chi-bal kunnen zien wellicht. En als je wil, mag die zon, mag je zelf even kiezen waar. Of dat die zon zo je hoofd ingaat bij je derde oog, of dat die zon je hart ingaat. Of misschien dat je hem wel zo groot maakt dat hij helemaal gaat. Maar ik zou eventjes kiezen of dat je die zon in je hart sluit of dat die zon in je hoofd sluit. En die zon, die brengt jouw licht, die brengt jouw warmte. En ook echt letterlijk licht in de zin van dat je dingen helder gaat zien. Dat je verlicht gaat worden. Dat je je goed gaat voelen. Dus zodra die zon in jou is, laat die zon maar door jou heen stromen. Heel je romp, in al je organen, in je handen, in je armen. Helemaal tot en met tot je kleine teentjes in je hoofd. Laat maar door al je holtes heen stromen. Door je hoofd, door je hersenen. Stuur die zon maar daarheen waar het voor jou lekker aanvoelt. Ik denk dat ik zo'n aromatherapielampje ga aansteken met wat mint. Het voelt heel erg mintachtig, voelt het hier aan. En sinaasappel, dat is ook wel een lekker geurtje voor zo meteen, denk ik. Nou, ik zou nog wel een uur in deze energie kunnen zitten, maar we zijn al 29 minuten bezig, zie ik. Dus bedankt Godin Kali, bedankt de Reiki Engelen. Bedankt de lotus, bedankt de zon. Adem heel diep in door je neus en rustig uit door je mond. In door je neus. Uit door je mond. Nog één keer in door je neus.
uit door je mond. Knipper wat met je ogen, geel wat. Veeg de tranen van je wangen af. Neem een slok water en kom eventjes helemaal terug in het hier en nu. En Carola is er ook. Goedemorgen, Carola. Zo. Nou, voor degenen die er later bij kwamen, dit is de kaart die me inspireerde. Reiki is er in eerste instantie voor mezelf. We hebben een kaart van Sonia Choquet gebruikt. Share a breath. Nummer 49 en dat komt uit. Deze kaart is het. Oops, Trust Your Vibes van Sonia Choquet. Het is vandaag om 9:55 vanavond een nieuwe maan. Vandaar dat we met de nieuwe maanenergie wat hebben gedaan. En met godin Kali-energie. Dus ik ben helaas vanavond bij Toastmasters. Ik kan geen webinar geven over de nieuwe maan. Dus ga even naar mijn videokanaal of ga even naar mijn YouTube-kanaal. Om daar een video te zoeken met Kali en de nieuwe maan. Die kan je rustig herhalen. Energie blijft altijd bestaan. Al herhaal je een webinar over 20 jaar, dan nog zal de energie er zijn. Mocht je Reiki willen volgen, ben je komend weekend welkom. Geef je wel zo snel mogelijk op. Dan kan ik daar rekening mee houden. En ik zou zeggen, ga lekker water drinken. Ga manifesteren. Denk vandaag heel goed aan je gedachten. Vandaag manifesteert alles super snel. Dus sta heel bewust stil bij wat je denkt en hoe je denkt. En waar je je aandacht op richt. Hè? Want wat je je aandacht geeft, dat groeit. Dus dat is heel belangrijk dat je daarop let. En ga iets leuks doen. Ga ervoor zorgen dat je na dit webinar iets gaat doen waar je je nog beter door voelt. Zoals ik zei, ik ga lekker pilatesen. En ik ga met mijn blote voeten in het bos lopen. En daar plaats ik filmpjes van op Instagram. Ik probeer altijd mijn dingen, weet je. Instagram is anders dan op LinkedIn. En LinkedIn is anders dan op Facebook. Want anders kom je 100 keer dezelfde dingen tegen. Dus Instagram deel ik meer persoonlijke dingen. Dus, al dus, ga lekker voor jezelf, goed voor jezelf zorgen. En ga lekker aarden. Ga lekker manifesteren. En ik zie je volgende week.